Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van de FC Afrika Voetbalquiz voor de Voedselbank. Vandaag met Nick, Martijn en Thijs. Welkom mannen. Goedemiddag. Goedemiddag. Het zijn drie ronden. De eerste ronde is trivia, 10 vragen. Dan 5 spelerspaspoortje in ronde 2. En de winnaar of de 2 beste gaan door naar de finale. En dat is 1 vraag, maar dat wijst zich dan wel in de finale. Even huishoudelijke mededeling. Mocht je het antwoord weten, eerst je naam roepen en dan pas het antwoord geven als je je wilt krijgen. Dus ik zou niet het antwoord al roepen, want ik heb hem al een paar keer af moeten keuren. Ronde 1, vraag 1. Voor welke club ruilde Tom de Mul Ajax in? Nick, Sevilla. Ja, Nick, goed, maar je moet even wachten totdat je... Oh, sorry. Ja. Sorry. Ik dacht gewoon alleen je naam roepen, maar ik moet ook even wachten tot hij uitzegt. Ja, is goed. Want het kan zomaar komen dat er 3 tegelijk of 2 tegelijk zijn. Ja. Dan moet ik even kijken. Ja. Vraag nummer 2. Deze was wel goed hoor. Wie was voor Diego Simeone de trainer van Atletico Madrid? Eeuwigheid geleden, jongens. Dat weet ik niet. Martijn, ik wil een poging wagen. Ja. Pantic? Nee. Iemand anders nog proberen? Ja. Nee, ik weet het echt niet. Nee? Manzano. Oké. Ja, ik denk niet dat heel veel mensen hadden geweten. Dat was dus... Diego Simeone zit er al zo lang. Goed, vraag nummer 3. Wie is de topscorer aller tijden van FC Twente? Nick. Ja, zeg maar Nick. Blaise en Kufo. Is helemaal goed. Vraag nummer 4. Bij welke Duitse voetbalclub speelde Tom Beugelsdijk? Nick. Ja, zeg maar Nick. Fortuna Düsseldorf. Is niet goed. Nee. Wat is nou weer? Fout. Nee? Martijn? Nou ja, als je het zegt dan waarschijnlijk wel, maar nu nog niet. FSV Frankfurt. Ja, ja dat ja. Ja. Vraag nummer 5. Wie scoorde er voor Ierland op 1 september 2001 de enige en dus winnende goal tegen Nederland, waardoor Oranje WK van 2002 misliep? Nick. Jason McAteer. Is helemaal goed, Nick. Knap hoor. Nick zit er lekker in. Nick zit er lekker in. Ja. Vraag nummer 6. Mede dankzij welke sponsor werd Parma in de jaren 90 een grote voetbalclub? Martijn. Ja. Parmalat. Dat is helemaal goed. Eerste puntje voor Martijn. Vraag nummer 7. Wie maakte het winnende doelpunt namens Portugal tegen Nederland op zowel het EK 2004 als het WK 2006? Nick. Martijn. Nick, jij was eerder. Maniche. Ik keur het goed. Het is Maniche. Maar we zullen niet op de uitspraak hebben. Heel goed. Vraag nummer 8. Welke Barcelona-speler zorgde er met zijn optreden in El Clasico voor dat Santiago Bernabeu hem een staande ovatie gaf? Martijn. Zeg maar Martijn. Ronaldinho. Dat is helemaal goed. Gaan we naar vraag nummer 9. Eind jaren 90, begin jaren 2000, maakte Leeds United enorme indruk in de Premier League. Maar ook in de Champions League. Wat was hun beste prestatie in het kampioenenbal? Nick. Kwartfinale. Dat is niet goed. Thijs, ja. Winst. Is niet goed. Martijn. Ja? Halve finale. Ja, is helemaal goed. Ja. Weet je wie eruit ging, of niet? Nee, ik kan wel gokken, maar dat wordt een hele wilde gok. Real Madrid. Valencia. Ja, heel goed. Zeker. Ja. En alweer de laatste vraag van de eerste ronde. Vraag nummer 10. Welke toenmalige Heerenveen-speler deed mee als dispensatiespeler aan de Olympische Spelen van Nick. In 2008? Ja, zeg maar Nick. Gerald Siebel. Helemaal goed. Ook deelnemer aan deze quiz trouwens, Gerald Siebel. Maar dat er zijn.
Eerste ronde zit erop. Nick gaat heel lekker. 5 punten. Martijn, 3 punten. En Thijs moet nog warm draaien. Maar voor mij Thijs helemaal voor de spelerspaspoortjes. Ja, daar ben ik voor. Daar ben ik voor. Goed. Gaan door met de spelerspaspoortjes. Je mag me onderbreken tijdens het spelerspaspoortje. Met je naam wil ik wel het antwoord daarna weten. Klaar voor? Ja, ik hoop het. São Paulo, Valencia, Liverpool, Grêmio. Herhaal hem nog één keer. São Paulo, Valencia, Liverpool, Grêmio. Gaat het niet worden, hè? Nee, ik niet. Fabio Aurelio. Ja. Zegt wel iets, maar. Sportje nummer 2. Sparta Rotterdam, Heerenveen, Atalanta Bergamo, Middlesbrough. Martijn. Thijs. Martijn. Martin de Roon. Ja, dat is helemaal goed. Volgende. Bath City, Reading, Feyenoord, Oxford United. Nick. Ja, Nick. Liam Kelly. Die is helemaal goed. Spelerspaspoortje nummer 4. De Graafschap, NEC, Ajax, Genua. Nick. Martijn. Ja, Nick. Lasse Schöne. Goed. Nou, Thijs, die laatste. Die moet klaar zijn. Dit moet hem zijn, hè. Dit moet hem zijn. Sparta, Groningen, Anderlecht, PSV, Dordrecht 90. Werd Europees kampioen met Nederland? Nee. Van Teelen. Helemaal goed. Er is ook ronde 2 erop. Dat betekent dat Nick 8 punten heeft gehaald. Over 2 rondes. Martijn, jij bent ook door naar de finale met 4 punten. En Thijs, helaas. Ja, helaas. Ik wil je wel enorm danken voor je deelname. En voor je donatie. Ja, jullie ook bedankt. Dank je wel. Ja, geen dank. En tot de volgende keer. Finale. Alle punten verdwijnen van het bord. Het enige... Gelukkig. Het enige is dat Nick zometeen het voordeel heeft dat hij mag beslissen of hij wil beginnen. Of dat hij de beurt aan jou geeft, Martijn. Het gaat om een opstelling zometeen. We zijn op zoek naar de juiste 11 spelers. Welke 11 spelers speelde er die wedstrijd? Geef je een fout af, antwoord ben je af. Zo simpel is het eigenlijk. Nick, ik ga je eerst voorleggen welke wedstrijd het is. En dan mag jij beslissen of jij wil starten of dat je de beurt aan Martijn geeft. Oké? Okay? Ja. Vitesse boekte in 2013 een historische 6-2-zege in Eindhoven tegen PSV. Wat was de opstelling van de Arnhemmers in die wedstrijd? Wil je starten of wil je Martijn laten starten? Martijn mag starten. Oké, okay, Martijn. Veldhuizen. Is goed. Kasia. Is goed. Ja. Büttner. Is niet goed. Helaas, Martijn. Even voor de volledigheid. Veldhuizen, Leerdam, Kasia van der Heijden, Van Aanholt, Prupper, Atsu, Vijinovic, Ibarra, Havenaar, Piazon. Oef. Dat is wel een lekker teamje. Ja, dat betekent niks dat jij... Maar volgende gok was ook fout geweest. Ja, zeg dat nou niet. Maak het nog erger. Ja. Martijn, dankjewel. Graag gedaan, was leuk. Voor je deelname en voor je bijdrage natuurlijk. Nick, van harte gefeliciteerd. Dik en dik door naar de volgende ronde en aflevering. Jou zien we dus terug. Jullie bedankt voor het kijken en graag tot een volgende aflevering.